Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we nu heen? Naar het kluisje. Teto, dat is een keuzevak. En daar doe je heel veel dingen met techniek. Bij dit vak hebben we opdrachten uit het bedrijfsleven. Momenteel zijn we bezig met het ontwerpen van een hotel voor een dier. Wat helpt met bestrijding van de eikenprocessierups? Omdat het een huisje is voor de koolmees. En de koolmees eet eikenprocessierupsen. Nou, je hebt dus Teto en je hebt kunst en sport. Dus je kiest echt maar één keuzevak? Ja, dat staat in SOM. Heb je dat allemaal een beetje snel door? Ja, want het is gewoon een app. En hoe snel weet je je rooster een beetje uit je hoofd? Ik wist het na 2 weken. Dit is mijn rooster. En bij huiswerk staat dus alles wat je moet maken en dat kan je ook afvinken. De docent die kan live meekijken met hoe ver jij bent. Ja, die heeft ook dit en die kan dan zien of jij het gemaakt hebt. Als je er echt niet uitkomt, dan mail je je docenten. En hier heb je ook wel mensen die je helpen. Oké, want dit is een studiesteunpunt. En wat is dat precies? Een studiesteunpunt, dat is eigenlijk huiswerkbegeleiding. Er staan op de muren in de school staan de lokalen. En op een gegeven moment weet je het ook wel uit je hoofd. Valt wel mee. Meestal heb ik het in de les al af. En met veel vakken loop ik ook al voor. En dan hoef ik thuis bijna niks meer te doen. Nederlands. En vind je dat een leuk vak? Ja. Ja, waarom dan? Het is een hele leuke docent. En waarom is hij zo leuk dan? Hij maakt grapjes. Ah. Ben ik dat? Ja. Ja, dat is mooi om te horen. Ik hoop dat ze ook wat opsteken van mij. B, C en D. En dan gaat Roosmarijn, volgens mij heet jouw hoofdstuk 3.9. Nee, D. Oh, ja, dat lijkt wel net tot een M, hè? Nee, D en dan M. Oeh, schokken, hè? Jij doet nu HAVO, maar voor sommige dingen doe je MAVO. Ja. Snap ik het dan goed? Voor bijna alles doe ik MAVO. Alleen met wiskunde doe ik HAVO. Nederlands doe ik HAVO. Nou, je doet wel goed je best bij hem. Ja. Iedereen wel, volgens mij, hè? Ja. Nou, succes!